Hoi, ik ben Ginney Noa, sneaker collector en content creator. Dit is de vierde episode van Creative Sessions, een webepisode-series van Pauper. We zijn vandaag in Amsterdam bij 2ndCulture, waar we DJ's, artiesten en kunstenaars uitnodigen. Welkom bij de vierde episode van Creative Sessions. Hoe ga je daarmee om? Want ja, clubs zijn gesloten. Ja, ik had wel best wel veel gigs op de planning. Oh, ja. Yeah. Dus dat deed wel een beetje pijn, maar... Zou je ook naar het buitenland gaan? Ja. Wat ja, stond België. Op de planning? Oké, okay, ja, toch buitenland. Buitenland. Ja, ja. Alleen België. En ik kwam daarvoor, een week voor de corona, kwam ik terug uit Berlijn. Dus dat was wel leuk. Ik heb dat nog wel even gehad, ja. Nou, wij kennen elkaar natuurlijk toevallig al, dus ik weet dat je papa wordt. Heel spannend, gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. Hoe ga jij dat hoe ga je dat combineren met die kleine straks? En als je weer mag draaien, hoe zie je dat voor je? Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Maar ja, mijn gigs komen en gaan, dus ik kan het wel redelijk plannen. En meestal zijn de gigs vrijdag, zaterdag. Kijk, als alles weer rollende is, dan kunnen we kijken hoe ik het ga doen. En jij komt natuurlijk uit een muzikale familie, jouw zusje die zingt natuurlijk ook. Hoe is dat bij jou begonnen? Samen met mijn broer ben ik eens begonnen met draaien. Eerst was het op feestjes, bruiloften. Oh, dat weet ik volgens mij. Dat is wel heel lang geleden. Ja, ik denk 12 jaar geleden, misschien wel langer. En uiteindelijk is mijn broer gestopt omdat hij een kind kreeg. Hij heeft er inmiddels 3. Toen ben ik alleen doorgegaan en daar is Jmac dan ontstaan. Oké. En de naam... Moest ik best wel lang over nadenken, want ja, een nieuwe start natuurlijk. En toen dacht ik met een paar vrienden, ja, Jmac, de eerste letter van mijn eerste naam. Mm-hmm. En de eerste 3 letters van mijn tweede naam. Oké, okay, nice. En jouw ouders zijn ook altijd al muzikaal geweest? Ja. Is het ook gitaar spelen en dat soort dingen? Want ja, je bent natuurlijk Moluk, 99% van de Molukse community is denk ik of gitaar spelen, of zingen, of DJ. Ja, mijn vader speelt vrijwel alle instrumenten, piano, gitaar, bas, drums. Mijn moeder zingt dan. En ja, vroeger toen ik klein was, probeerde ik wel de gitaar en de basgitaar op te pakken. Alleen op een gegeven moment is dat vervaagd en toen begon de DJ-leven, zeg maar. Nice. En heb je ook een keer gedacht aan een collab met je vader bijvoorbeeld? Dat hij bijvoorbeeld iets van, ja, dat jullie samen beats maken of zo? Dat wel, maar ja, dan moet het wel op een professionele studio, zeg maar. Ja. En ja, dat hebben we nog niet echt gedaan. Nice. Ja, wel een leuk idee willen. Voor de toekomst, ja. Vooral met samples spelen. Hij kan natuurlijk gitaar spelen, kan iets inspelen. En dan kan ik eroverheen een beat maken, zeg maar. En wie is dan jouw grootste inspiratie geweest op het gebied van muziek? Het kan zijn een DJ of een artiest? In het begin, toen ik begon met draaien, had je niet echt eigen producties nodig. Yeah. Had je meer mixtape, kon je uitdelen en zo. Yeah. En naarmate de tijd vorderde, moest je wel eigen producties hebben om, zeg maar, geboekt worden. Mm-hmm. En ja, toen ben ik begonnen met produceren en ik luisterde vroeger altijd mixtapes van FS Green en Full Crate. Oké, ja. En ja, daar is mijn inspiratie uitgekomen. Nice. Nou, we zijn hier bij de Babesta en de Air Force Band. Ga jij meer voor kleur of ga jij meer voor basic? Welk paardje zou jij kiezen? Wat heeft jouw voorkeur? Ik ben toch wel van kleur. En als het om bezig gaat, ja, gewoon zwart-wit natuurlijk. Yeah. De Babestas en de Air Force hebben toch wel veel vergelijkingen van schoen. Klopt. Ik weet niet waar het vandaan komt. Nee. Ik heb nooit echt in verdiept of zo. Ja, en de Roadstar heeft dan een Air Bubble, dus die is dan iets anders. Die vind ik persoonlijk weer heel nice. Als je deze weer kijkt. Ja, dat is meer een Air Force. Meer een Air Force inderdaad, ja. Als ik zou moeten kiezen, zou ik voor een Air Force gaan. En ja, dan zie je de Air Forces.
Zou je dan dit aandoen of ga je meer, ja, camo kan natuurlijk ook. Ik zou deze wel in mijn collectie willen hebben. Ja. Maar niet zeg maar om daily use. En deze met die swoesjes, want deze die kan dit je dit is een daily use soms, hè. Deze zou ik wel... Die kan je natuurlijk altijd eigen kleur geven, ja. Ja, precies. En wat is jouw eigen persoonlijke top 3 qua sneakers? Top 3? Vind ik toch best wel een moeilijke vraag. Nou, want jij hebt Jordans aan, dus ik neem aan dat Jordans wel in jouw top 3 zitten, toch? Ik heb eigenlijk een top 4. Oké, dat mag ook. Ja, dat is een Air Force. Yeah. Niet in 2-3 volgorde, maar mm-hmm. Heb ik een Air Force, Jordan 1, New Balance 990. Oh ja, ja, ja. En Air Max 90. Ja, nice. En wat zijn dan jouw 3 essentials als jij een gig hebt in het buitenland? Wat neem je dan graag mee op reis? Toch wel mooie schoenen. Ja. Zonnebril. Ja, altijd? Ja, 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 ja. Maar niet tijdens het draaien. Nee, oké. Een nektasje. Ja. En daar zitten dan mijn essentials in voor het draaien, headphones. Heel veel mensen zeggen ook iets van een joggingsbroek. Of doe je dat ook meenemen? Of... Ja, ja, zeker. Gewoon voor de comfort, zeg maar. Ja. Ik neem geen spijkerbroeken mee. Nee? Ik vind het niet echt comfortabel. Om te moeven natuurlijk. Want wat voor soort broeken draag jij liever? Denim of cargo jeans? Ja, cargo, katoenen stof. Liefst geen denim. Nee. Ik heb misschien 3-4 denims. Ja. Ja, toevallig heb ik vandaag eentje aan. Ja. Maar niet zo vaak. Als jij nog maar 1 merk mocht dragen, voor welk merk zou je dan gaan en waarom? De keuze is niet moeilijk voor mij. Dat zou Nike zijn. Mm-hmm. En waarom? Omdat ik zeg maar van jongs af aan al altijd Nike droeg. Zowel schoenen als kleding. Ja. Ook voor sport. Ik voetbalde ook vroeger. Ja. Ja, voor sneakers omdat het comfortabel is. Ja. En de designs en de collaborations waarmee ze komen vind ik gewoon dope. Ja. En qua kleding, ja, tegenwoordig brengen ze ook veel casual kleding uit. De NSW-lijn, de Nike Lab-lijn. Ja. En ja, dat vind ik gewoon... Dus veel keus. Ja, dus als iemand zou zeggen Adidas of Nike, dan zou je sowieso zeggen Nike. Sowieso. Ja, voor mij geldt exact hetzelfde. Nou, hier zijn wat jasjes. Als jij zelf gaat linken, kijk je dan naar kwaliteit of naar print? Ik kijk meer naar prints en hoe het dan staat als ik het aan heb. Ja. Kwaliteit staat niet echt hoog in het vaandel bij mij. Als het mooi staat en de prijs is goed. Je hoeft geen jas van een duurtje. Nee, ja, die kan je ook wel over €300 vinden, yeah, denk ik. Yeah, yeah. Dat weet ik wel zeker. Ja, als ik hier uit zou moeten kiezen. Ja, want ik zag jou net al deze eventjes beetpakken. Een soort kimono-achtig jasje. Ja, dat is toch wel iets wat misschien veel boys niet zouden pakken. Omdat het best wel apart is. Waarom zou jij voor zoiets gaan dan bijvoorbeeld? Ik probeer toch iets anders te zijn dan de andere. Ja. Dus dan probeer ik wat aparte kleding, aparte kleuren, aparte modellen te pakken. Ja. Om toch anders te zijn dan iemand die de usual draagt. Precies. Heb jij zelf ook best gecampt voor een schoen? Eén keer. Ja, voor welke schoen was dat? Dat was toen de Air Max 1 Master. Oké. Okay. Oh ja, die hebben we toevallig hier ook. Ik zal hem er even bij pakken. Ik vind het wel nice dat hij verschillende designs zeg maar heeft. En het hele verhaal erachter is natuurlijk ook heel sick. Is die nog deadstock? Heb je hem nog? Ja, deadstock. Nice. Ik heb hem alleen gerelaced van hoe ik hem normaal zou dragen, zeg maar. Je bent ook niet van plan om hem nog aan te doen? Dat weet ik nog niet. Misschien over een paar jaar, maar binnenkort sowieso niet. Misschien op een mooi festival. Misschien dat, of als ik ga trouwen. Ja, oh ja, dat is ook wel een goede. Ja, want wil je trouwen? Ja, ik wil wel trouwen. Ja. En dan wel op sneakers? Ja, als ik ooit ga trouwen, wil ik een uitnodiging zetten van alleen sneakers. Ja. Oh, dat is wel een goede. Heb jij ook een favoriete outfit die je het fijnst vindt om te dragen? Of echt een piece in je closet waarvan je zegt, oké, dit gaat nooit meer weg? Ja, ik heb beide pakken van de Pata Nike collab. Oké. Okay. Die rode. Ja, is dat die met... Oké. En die blauwe. Ik heb ze allebei. Dat zijn wel pieces die je nooit meer weggaan. Ja, het zijn wel essentials. Oké. Okay. Ja. En qua schoenen? Zijn er bepaalde schoenen die je echt nooit weg zou doen? Ja, ik heb de Air Max 90 infrared. Oh ja, dat is 2015 wel dan. Ja, in mijn is 2012 dacht ik. Maar volgens mij komen ze ook alweer opnieuw uit, maar dat is altijd een goede. Ja, dus die gaat nooit weg. En de Air Max 1 OG Red heb ik ook nog, deadstock ook nog. Ja. Dus ja, die gaat ook niet weg. Ik heb nog een Air Force, Rockefellers. En Air Force is altijd goed. Ja. Ik heb hem ook gewoon in normale zwart, een GR. Ja. Ja, die gaat gewoon nooit meer weg in mijn collectie. Nice. Je hebt wel veel deadstock schoenen, of niet? Een aantal, ja. Een aantal.
We gaan Guess the Sneaker spelen. Jij mag geblinddoekt raden welke drie paar schoenen ik aan jou ga geven. Je moet het model opnoemen en het merk. Oké. Okay. Maar als je het niet weet, sowieso eerst het merk. Dus dat is het belangrijkste. Deze is voor jou. Zie je niks? Hoeveel vingers steek ik op? Drie. Okay. Het eerste paardje. Nike is die dank. Ja, maar dat weet je dan waarschijnlijk gewoon. Je kan het niet zien, toch? Of je moet het dan fake. Oh, zo. Heel nice. Oh. Heel nice. En er zitten twee fates in één, toch? Ja. Ja. Goed geraden, goed geraden. Yay. Nummer 2. Ja. Kan misschien aan de zool voelen. Ja. Ik denk MX90. Ja, ja. Dan kan ik raden welke? Nou, ik weet niet of je het kan raden, maar als je kan raden is het wel heel erg knap. Dan krijg je wel bonuspunten voor. Die letter, wat is dit joh? Nee, ik weet het. Nee, dat geeft niet. Het is een homegrown. Laatste paardje. Is 90 voor je? Nee. Hè? Oh, MX1. Ja. Zo. Easy peasy, ja. Easy peasy. Ik ging hier bubbel voelen en dacht ik, ah ja. Nou, je hebt het goed gedaan. Je bent geslaagd. Gelukkig maar. Ik geef het een 9,5. Nou Mickey, de vierde week betekent ook het vierde artwork. Kan jij ons hier wat meer over vertellen? Wat houdt het in? Yes, dit is een onderdeel van mijn eerste solo expositie. Oké. Okay. Ik was echt net van de middelbare, of thuis vijf zou dat zijn. Nee, academie. Ja. Yeah. Van de Koning. En ik wist echt niet wat ik ging doen. Ik had niet echt toch nog echt bedacht wat mijn stijl ging worden ook. Mm-hmm. En toen vroeg een vriend van mij, kan je bij Stad Schouwburg, bij Leidseplein, kan je daar een expo's fixen? En ik had dat nog nooit gedaan. En toen wilde ik iets doen met de stad en met arrogantie. En dat kan je helemaal niet uit dit verhaal halen, mm-hmm. uit wat hier te zien is eigenlijk. Het is eigenlijk een beetje, ik weet niet. Want wat houden deze mensen allemaal in? Ja, dat is het. Het zijn wel steeds, zeg maar, mensen die iets te zeggen hebben, grote back hebben. Ja. Maar eigenlijk zijn een beetje mensen, ze zijn gewoon weird. Ja, het is gewoon, ze hebben rare uitdrukkingen en zo. Ja, maar wat heb je dit eigenlijk getekend? Want is dit een soort stift of zo dat je hebt gebruikt? Ja, dit is een penseelstift en daarna heb ik gewoon... En hoe lang heb je eigenlijk over dit artwork gedaan? Dit is echt 10 minuten of zo bijna. Ik had eigenlijk, kijk, het is eigenlijk een trick. Mm-hmm. Want ik heb het eerst digitaal getekend, toen uitgeprint en toen weer overnieuw getekend. Want meestal doen mensen dat andersom toch? Dus eerst tekenen en dan inscannen en dan... Klopt. Dus ik wilde zeg maar de fakeness, wilde ik op die manier achteraf laten zien doordat dit... En je bent, als je mensen tegenkomt, dan zijn ze vaak achteraf fake, toch? Ja, soms wel. Je merkt, daar kom je pas achter. Dus en heb je een reden waarom je zeg maar grijs hebt gebruikt en zwart? Want ik weet dat je heel veel kleur bijvoorbeeld gebruikt. Ja, dat was eigenlijk geen kleurperiode. Dat ik gewoon... Alleen maar zwart-wit-grijs. Ja, alleen zwart-wit-grijs boodschappen wilde hebben, ja. Okay, nice. It's Vito, baby. Rock with you, baby. Yeah. I know
that you don't need me. It's kinda sexy when I want it, but you tease me. And you don't let them get inside of your head. Cause you know when I leave, I'll be back to your bed. Cause girl, we got a good thing. So I can't let them fuck this up, ready for wedding rings. One of a kind, glad your mind's such a blessing. Future baby mama, if you're ready. You know that I would do it, so don't test me. Looking sexy, you bring out the best me. They gon' copy. Shouting you the best I've ever had by far. So I'ma treat you better than your last by far. No matter what you do, can't nobody tell me shit about you. I really can't explain the things you do, but it makes me crazy over you. No matter what you do, all I think about is you. And if they got a problem with my boo, then they got a problem with me too. Early in the mornings when I think about you, yeah. I hit you like what you say. In the mornings when I wanna, yeah. I hit you like what you say. I could be all the time. Tienes que mandar a la ciudad. Solo con mi p.
pedí, si salgo a cantar, dame el desayuno, ponte mi grata, algo que te pida, te llevo a cenar. Dentro de poco va a ser demasiado tarde, mira niño si tú sigues por ahí, me tomo una multa a avisarte, ya despierta si ya no me ves aquí. Estoy brillando con highlighter, no lo ves, un clavel en mi melena, no lo ves, he subido 15 stories, no lo ves, mira que quiero ser buena, no lo ves. Me dice que no va a esperarme. Luego le arreglamos antes de acostarme. Dentro de poco va a ser demasiado tarde. Mira, niño, si tú sigues por ahí, me toma una mano y quiero avisarte. Ya despierta si ya no me ves aquí. Pa' que highlighter, si tú brillas sola, quiero ser el número uno de tu emisora. Envíate en su fiesta, pa' montarme en tu solar. Pido a Dios que te cuide, pero te cuida sola. Solo me difícil de controlar. Te asegura pensarlo antes de actuar. Relájate conmigo que tú crees, sí. Juntos nos quedamos viendo el mes. Estoy brillando con highlighter, no lo ves. Un clavel en mi melena, no lo ves. Subido 15 stories, no lo ves. Mira, te quiero ser buena, no lo ves. Blame the situation. Cola rum the combinati. Plus DJ is in rotati. This is in complicatis. Say to the shaku, woo. Say to the zanku, woo. Baku, jemu, woo. Say what the boo, no. And again, and again, and again, and again. And again, and again, and again, and again. As a brago, who are hard. Duck, duck, duck. Duck, duck, who are hard, yeah. Duck, 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 duck. Thank you.
other bitch, fucking with my other bitch. Fucking all night, nigga, we ain't sell a bit. Niggas damn blue dope, I ain't selling it. But I'm fresher than the motherfucking peppermint. But go let him in, last king killing shit. Young money, yeah, we getting rich. Bitch, grandma on my dick. Girl, you know what it is. Rack city bitch, rack city bitch. Rack city bitch, rack city bitch. Rack city bitch, rack city bitch. 10, 20, 20, 50 bitch. Rack city bitch, rack city bitch. Rack city bitch, rack city bitch. Rack city bitch, rack city bitch. 10, 20, 20, 50 bitch. I'm a motherfucking star. I'm about to be a fire team. Now I'm on stage.
haters to these people out here getting banged. But a pursuit of the money is reality. Never front on a click that you can't evaluate. See, I got things out here I need to situate. I got a fresh ass car with some gloss paint. People walking down the street to their face bang. I got accountants out here having big things. As I sit into the crib with the sachet. In my room with the shot with the big tank. Don't get mad cause I'm doing things you just can't. Hey, what you say? Get this money. If they say, what you gon' do today? Just say, hey, I wanna get paid. Payday, 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 payday. Helaas zijn we bij het einde gekomen van deze aflevering. Mijn laatste vraag aan jou is, wat kunnen we nog van jou verwachten? Wat zijn jouw toekomstplannen? Mijn toekomstplannen zijn nog inspiratie zoeken om mijn muziek af te maken natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Nieuwe muziek of nieuwe releases? Ja, nieuwe releases. Want ik heb al wat dingetjes, projecten liggen, maar je moet nog finishes aan. Thanks for the invite, 2ndCulture, Pauper. Als jullie nog meer van mij willen zien, jullie me vinden op social media, Instagram, Soundcloud. Love. Welke artiesten wil jij nog zien? Laat het even beneden weten in de comments. En misschien zie jij diegene de volgende keer wel. Bedankt voor het kijken en ik zie je volgende week. Peace out.